Van harte welkom bij Drimmelen Politiek. We staan in de raadzaal van de gemeente Drimmelen. En dit keer wel met een andere presentator, want Loes van Swieten is tijdelijk afwezig. Die zal de volgende keer er zeker weer zijn. We staan aan tafel bij, met Roxanne Pruijsers van Groen Drimmelen. Welkom. Dankjewel. Roxanne, ik, heb, ik neem aan dat ik je mag dat we. Zeker. Ik heb in het beleidsplan eigenlijk een hele centrale regel gelezen. En dat is, inwoners moeten zich Gehoord, gezien, gesteund en gewaardeerd voelen. Dat met oog voor hun privacy. Naar mijn gevoel zit daar, als je kijkt naar het sociaal beleid, alles in. Uh, hoe, kun je, hoe zie je dat als groen drimmelen, als partij? Nou, vanavond hebben we uh, het sociaal uh, domein, het beleidsplan. Het sociaal domein staat op de agenda voor de opinieronde. en Het sociaal domein is eigenlijk uh, ja, heel breed. Een verzamelnaam voor alle organisaties... Uh, Um, uh, voorzieningen die uh, ja, jong en oud ondersteunen, dus voorzien in de zorg, maar ook ervoor zorgen dat de leefbaarheid wordt uh, bevorderd. En um, ja, je ervoor zorgt zeg maar, dat iedereen in de Drimmelse samenleving kan meedoen en ook kan mee blijven doen. Ja. Uh, vanavond staat uh, dat plan, de uitgangspunten, uh, die staan centraal in de opinieronde. Dus er wordt aan ons gevraagd of we met die uitgangspunten uh, daarin uh, mee kunnen. Nou, wij kunnen als Groen Drimmelen meegaan in die uitgangspunten. Want ja. onder andere het uitgangspunt wat u aangeeft, of wat jij aangeeft, ja. als we toch titoyeren, ja, is voor ons heel belangrijk. Heel belangrijk dat uh, uh, inwoners gezien worden, gehoord worden, mee kunnen doen, mee kunnen blijven doen. Dat we er voor ze zijn als het even niet gaat. En dat we er vooral ook voor zorgen dat ze in hun eigen kracht uh, gezet ja. worden. Want ze kunnen ook gewoon heel veel zelf doen. Ja, nou heb je natuurlijk, je noemt nou vijf, zes verzamelbegrippen. Ja. Maar als je nou concreet gaat kijken naar wat gaan inwoners daar dan daadwerkelijk van merken. Um, ja, dat, is nu, dat, is, dat maakt het wel een beetje lastig wat we vanavond bespreken. Want dat zijn uitgangspunten. En uitgangspunten betekent eigenlijk een start van een nieuw beleidsplan. En wat uh, uh, beschrijf je in zo'n beleidsplan? Dat zijn eigenlijk je doelstellingen die je voor de komende periode wilt gaan halen. En uh, je beschrijft dan zeg maar. Hoe je ze wilt gaan behalen en mm -hmm. welke middelen je daarvoor ja. vrijmaakt. En... Dus dat is echt hoog over. Ja, en dan even richting Groen Drimmelen. Waar staat dan ja. Groen Drimmelen voor? Wat wij heel erg belangrijk vinden binnen het sociale domein is inzet op preventie. Wij geloven er echt in dat je kunt, uh, beter kunt voorkomen dan genezen. En we vinden ook dat de portefeuillehouder daar best wat meer mag op in mag zetten. Mm -hmm. Dus durf ook te investeren in die preventiekant. Want je ziet dat door eh, daar goed in te investeren. dat je veel eh, zwaardere zorg op den duur daarmee voorkomt. Ja, en welke instanties moet ik dan zien in de preventiehoek? Nou ja, dat, dat eh, eh, dan kun je denken zeg maar, aan jongerenwerkers voor, voor de jeugd. maar je kunt ook denken aan bijvoorbeeld eh, de sociaal-culturele accommodaties. Hè, in alle kernen eh, heel belangrijk. Ze zijn echt het sociale cement voor, voor onze inwoners. Zet daarop in, zorg dat die in stand gehouden worden. En uh, ja, daarmee voorkom je ook uh, ja, dat mensen bijvoorbeeld eenzaam uh, worden. Uh, dat soort dingen. Dus echt inzet op die preventie. Ja, dus bij eenzaamheid kan ik dan ook denken aan uh, instanties als de SWO. En uh, als verenigingen, bestaande verenigingen in onze gemeentes. die uh, voor een groot deel opvang verzorgen van. Ouderen, maar ook jongeren. Zie je dat goed? Zeker. En uh, dat, dat zijn echt onze maatschappelijke partners. Hè, waarmee we het sociale domein eigenlijk zeg maar uh, oppakken. Waarin we uh, ook als gemeente heel erg daarmee samenwerken. Mm -hmm. En wij zeggen ook, er komen echt wel heel veel dingen op ons af als uh, gemeente zijnde op het gebied van vergrijzing. Maar ook als het gaat om armoede en op, uh, als het gaat om, om het jeugd, uh, de jeugdzorg. We zeggen ook, we geven ook de portefeuillehouder uh, mee van, probeer ook iets verder te kijken dan 2000. 27, want de uitdagingen waar we voor als gemeente voor staan, ja, die, die, die rijken verder. Die, dan misschien moet je wel, wel 20 jaar verder ja. in de tijd kijken ja. om ervoor te zorgen dat alle inwoners kunnen mee blijven doen. Maar dat is wel een hele lastige. Dat is een lastige, zeker. Maar we hebben een hele ambitieuze raad. Ook een raad die daar goed over na durft te denken. En uh, daarin ook echt wel keuzes durft te maken. Dus ik denk wel, zeg maar, misschien is 20 jaar nog iets te ver. Mm -hmm. Maar uh, uh, Tien jaar vooruitkijken moet sowieso lukken. Ja, nu weet ik dat er vanavond in de opinievergadering ook wordt geëvalueerd. Want je evalueert ook het laatste beleidsplan, wat vier jaar heeft geduurd. Zijn er nou punten waar je als partij lering uit trekt vanavond om de gemeenteraad, de, het college, een andere opdracht mee te geven? Ja zeker, evaluaties vormen eigenlijk altijd de basis van waaruit je nieuw, ja, opnieuw je beleid gaat ontwikkelen. Je gaat altijd kijken van nou, wat ging er goed en wat kan er voor een, voor een volgende keer beter. Mm -hmm. Dat zijn je uitgangspunten ook voor het nieuwe beleid. Uh, wij vinden het van belang uh, dat uh, nu zeg maar de portefeuillehouder ook gaat kijken van nou, op basis van het oude uh, uh, plan, welke voorzieningen hebben we nu allemaal? Hebben we alle voorzieningen in beeld? Overlappen we die elkaar? Of zijn er misschien nog voorzieningen die we... Uh, Misschien kunnen we wegstrepen omdat die dubbel zijn. Ja. Of moeten we misschien voorzieningen toevoegen op de leefgebieden waar we die nog niet hebben. En nou, dat vinden we een heel belangrijk leerpunt. Dat, dat kan ik inderdaad onderschrijven. Ja, bedankt voor deze korte toelichting. We kunnen helaas niet langer een gesprek. want er komt dadelijk nog iemand uh, ons informeren over het een en het ander. Veel succes bij deze opinievergadering. En we gaan met belangstelling het sociale beleid volgen. Dank u wel. Graag gedaan. De tweede gast van vanavond is Marieke van Schendel, die staat naast me, van Combinatie Algemeen Belang. Ja, we hebben het over het sociaal beleid. Uh, en ik heb in de stukken gelezen, dat, uh, dat vind ik daar wel de kernzin, letterlijk geciteerd. Inwoners moeten zich gehoord, gezien, gesteund en gewaardeerd voelen. En daar zit voor mijn gevoel alles in. Hoe ga je als politieke partij nou... Daarmee om, om door te geven aan het college van BMW wat ze in dat plan op moeten gaan nemen. Kun je me dat aangeven? Goedenavond. Ja, goede vraag, inderdaad. Ja, ja, klopt. ja, natuurlijk van harte welkom. Dank ja, wel, dank u wel. Dank ja. u wel. Um, dat kunnen wij zeker aangeven. Wij zijn als combinatie Algemeen Belang um, zijn wij er natuurlijk voor onze, onze inwoners ook. Um, wij hebben dit onderwerp besproken ook in onze fractievergadering. En vanuit verschillende kanten is het belicht. Um, wat er zo al komt kijken bij het sociale domein. Ja, kun je mij die kanten aangeven? Um, nou, dat zit hem vooral ook vanuit de vrijwilligerskant, vanuit de verenigingskant, maar ook vanuit de openbare ruimte, vanuit mm -hmm. allerlei kanten uh, kan je het sociaal domein benaderen. Ja. En wij denken dat het heel goed is, natuurlijk ook om een integrale aanpak daarmee te hebben. Zodat inderdaad uh, inwoners zich op allerlei manieren. Gehoord voelen daarin. Uh, moet ik dan onder integrale aanpak verstaan dat je dat doet voor de diverse geledingen, maar dat je dat ook doet vanuit de diverse. Instanties die daarin kunnen participeren. Ook inderdaad, ja. Ja, klopt. Heel veel samenwerkingsorganisaties, heel veel specialismen die je daarin hebt. Um, dat kunnen wij als, als raad kunnen wij dat niet allemaal zelf bepalen. Daar hebben we natuurlijk heel veel professionele instanties bij nodig, waarvan het hun werk is, hun dagelijkse werk, om hiermee bezig te zijn. Het sociaal domein is een heel breed. Scala aan, uh, aan, aan activiteiten, aan, aan specialisme, mm -hmm. aan beleid, aan alles wat daarbij komt kijken. En die moeten op een hele efficiënte en effectieve manier met elkaar zien samen te werken. Ja, uh, nou, ik lees dat, om even terug te komen op het stuk, ik lees dat inwoners hun verwachtingen moeten bijstellen en meer zelf en met elkaar moeten doen. Ja, en dan kom je natuurlijk ergens wel op een gevoelig punt, want dan gaan mensen meteen denken. Wat houdt dat in? Wat komt dan op mijn bordje terecht? Precies. Kun je mij dat aangeven? Nou, dat was ook onze gedachte, inderdaad. Wat komt er dan allemaal precies op het bordje terecht van de sterke schouders in onze samenleving? Uh, we moeten ervoor zorgen dat die schouders ook rechtop blijven staan. Want ook de sociale basis, zoals ze dat noemen in, uh, in het stuk, uh, daarvan zie je, die, die mensen krijgen ook te maken met ja. uh, woningtekort, uh, uh, de jeugdgezondheid wat achteruit gaat. Um, de de energiecrisis, um, uh, die we ja, hebben, ja, vergrijzing. En, vergrijzing, natuurlijk, inderdaad. Ja, en nou ja, bestaanszekerheid: ja. dat zijn ook echt dingen die bij die sociale basis. Uh, op hun schouders leunen. Ja. En daar kan de rest van de samenleving niet ook nog eens bij komen. Nee. Dus ik denk dat we per kern gewoon heel erg goed moeten kijken. Uh, dat we die groep niet overbelasten. Je kan niet alles neerleggen bij de, bij de inwoners. Dus je hebt daar als, als gemeente en als raad. heb je daar ook echt je plicht. om die groep heel goed te ondersteunen. Ja. Zoveel waar mogelijk. Ja, maar wat ik ook lees is dat het plaatselijke verenigingsleven. er ook een hele grote rol in kan spelen. Ja, ja. Ja, echt die samenleving. En het, het samen dingen oplossen, het voor elkaar zijn, een keer eten koken voor elkaar. Mm -hmm. um, het, het helpen van, van elkaar met nou ja, dingen waar je niet uitkomt. Misschien met een boekhouding helpen. Ik, ik denk dat dat in onze dorpen, ik denk dat wij hele Sterke, stevige kernen hebben, ook in onze dorp En dat dat nu al wel gebeurt, maar dat mensen het soms ook moeilijk vinden om hulp te vragen. Ja. Dus dat ze dat niet altijd zomaar bij hun buurman of buurvrouw doen, maar dat soms wel die professional daarbij moet gaan. Dus begrijp ik het dan goed dat je de mensen eigenlijk wil wijzen op het feit dat ze eigenlijk al in hun kracht staan. Absoluut. En, ja. dat, en ja. dat je dat alleen maar op hoeft te roepen, op hoeft te roepen om daarmee door te gaan. Ja, ja. Nou, welk speerpunt heeft combinatie algemeen belang in deze? Wij hebben als speerpunt uh, ook, nou, de uitgangspunten zien er al heel goed uit die, er, uh, die erin staan en die ja? voor het sociaal beleid zijn. Wat wij gewoon heel erg belangrijk vinden is de communicatie: De communicatie naar buiten toe, naar iedereen, dat, dat iedereen snapt wat er bedoeld wordt en ja. waar, we mee, waar we mee bezig zijn. En dat zal een hoop frustratie voorkomen als dat goed verloopt, denk ik. Dat denk ik, denk ik echt. En denk eens, uh, buiten de box. Denk ja, eens denk op, de op een andere manier na om mensen te betrekken. Ja. Nou, hartelijk bedankt voor deze informatie. Ik wens je heel veel succes Dank om jullie opinie in ieder geval bij het college te laten landen. En we zien met belangstelling hoe dat dit zich de komende vier jaar ontwikkelt. Zeker, dankjewel. Uh, beste kijkers, tot de volgende keer. En ja, ik weet niet of ik er dan nog ben, maar dan zie je zeker Luus van Zwieten weer. Bedankt voor het kijken.